De oude indianen die vonden het krankzinnig dat wij uh, zo erg leunen op autoriteitsfiguren. He, dat, dat de oude kennis werd daar van generatie op generatie doorgegeven. En tegenwoordig zegt een arts eigenlijk, uh, ja sorry uh, Tim je leidt aan een ernstig geval van bottepech en toeval veroorzaakt door een gebrek aan medicatie. Dat is eigenlijk wat er gezegd wordt. En ik zeg, nee, de natuur werkt niet op basis van Russisch roulette. De natuur werkt op basis van oorzaak en gevolg. Het feit dat je ziek bent, het feit dat je klachten hebt, heeft een oorzaak. En dat betekent niet dat het je schuld is, want die krijg ik ook vaak naar me toe geworpen. Oh, maar dan zeg je, het is dus mijn eigen schuld dat ik ziek ben. Nee, het is niet jouw schuld dat jij ziek bent, maar het is wel jouw verantwoordelijkheid wat je daar nu mee gaat doen. En we hebben allemaal, maken we dingen mee, trauma... Pijn, verdriet, uh, uh, momenten van stress, wat ervoor kan zorgen dat er een bepaalde ziekte in ons lichaam zich manifesteert. Is dat jouw schuld? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Want anders ben je ten prooi aan een industrie die alleen maar medicijnen gaat voorschrijven om de symptomen die je hebt te onderdrukken. Nou, vervolgens denk je van het gaat prima. Dan krijg je een medicijn, want die heeft bijwerkingen natuurlijk. Krijg je hoofdpijn van? Dan krijg je een medicijn voor de hoofdpijn? Nou, dat medicijn heeft vervolgens weer van vloed op je maag gemaakt. Bijwerkingen. En dan krijg je een draaideureffect. En vervolgens zit je op je vijftigste aan tien soorten medicatie. Ja, dat is geen leven meer, dat is overleven. Ja.